moet gewoon heel veel langs. Zo eromheen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Gier Gasten. Mijn naam is Joost en binnenkort is het weer het feestje van het jaar in Amsterdam. Namelijk Oud en Opnieuw. En dat is echt volledig op ons lijf geschreven. Elke uur vieren zij Oud en Nieuw opnieuw. En elke uur delen ze weer gratis champagne uit. Daar moeten we bij zijn. Nu is er één dingetje. Niels heeft gisteren met hun contact gehad over telefoon en dat ging niet heel lekker. Ik heb dus net een telefoongesprek gehad. Ik heb namelijk de organisatie van het feest gebeld. En ik denk, ja, ik ga gewoon eens een keer proberen om ze te chanteren. Dus ik heb letterlijk gezegd, luister. Wij als gierige gasten zullen geen video over het feest maken als we 4 kaarten krijgen. Praten we nergens meer over. Nou, zijn ze niet op ingegaan. Ze zeiden, ja, we weten precies wie jullie zijn. Jullie staan al op een zwarte lijst en ik kan je garanderen, jullie komen niet binnen. Met andere woorden, zij dagen ons uit. Nou, wij als gierige gasten zijn natuurlijk niet de beroerdste om gewoon die uitdaging aan te gaan. Dus dat gaan we doen. Ik zou zeggen, Martijn, ga maar even de locatie scouten. Kijken of het echt zo dichtgetimmerd is als dat ze zeggen. Oké, we gaan nu even de locatie scouten. Vanavond gaat het hier gebeuren. Ja, dit is de ingang. Hier kom je de club binnen. Daarnaast heb je dus een restaurant waar je ook een deur hebt die naar de club gaat. Maar die zit op slot. Dus als wij in personeel zover kunnen krijgen om de deur van ons open te doen, dan zijn we binnen. Nog een dingetje, ze weten dat we komen. Ik heb zometeen een afspraak samen met Joost bij de Gimmer en die gaat ons zo onherkenbaar mogelijk proberen te maken. Want wij komen om ons te laten transformeren, ja. Ja, maar mee? Ja. Oké, ik zie al spulletjes. Ik ga volgens mij voor het eerst in mijn leven een baard krijgen. Wat had je in gedachten? We gaan je qua huidskleur even iets wat donker maken. En een snor. Dit is echt zo heerlijk van onze porno snor. Dit is wel vies. Ik ben nu al een heel andere persoon, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben gewoon Martijn te snor. Top. Ik ben benieuwd. Nee. Hola! Wat is dat? Ja, we zijn er nog niet echt over uit wat bij mij het meest echt gaat worden. We moeten niet allebei een hele. Kijk, ik heb een hele uitgesproken uitdruk. Ja, dat heb je echt. Ja, en dan moet jij niet ook. Nee, maar daarom juist, met die pruik moet je dat wel. Je baard kunnen we niet langer maken natuurlijk. Je kunt het wel afscheren. Je kunt wel afscheren. Ja. Dit is toch geweldig. Dit is heel iets anders, joh. Ik heb een nieuwe look, jij ook? Ja. Zou jij ons elkaar kennen als we uit de weg binnenlopen? Ik ben heel benieuwd of dit gaat lukken. Maar laten we ons EBO outfitje aandoen en laten we maar gaan kijken of dit gaat lukken. Maar deze koppies zijn mooi, maar nog niet genoeg. Dus we hebben een broekje en een shirtje van EBO. Volgens mij wel een beetje een dresscode. Dus we moeten ook even kleding meenemen die we kunnen aan als we binnenkomen. Ja, en dat is dus echt totaal mijn probleem. Ik ben dus de guy die totaal geen blouses heeft en shit. Die heeft er één en die zit in de was. Dus ik ga gewoon lekker in mijn kloffie. Oké. Ja, toch? Dan loop je echt voor lul, hoor. Zegt de man met de snor. Zegt de man met het ringbaardje, dat klopt ook hoor. Ja, ik wil gewoon eigenlijk gewoon gaan. Kom ik over als een EHBO-motherfucker die levens gaat redden vanavond? Dat dacht ik ook. Nog in? Niet echt, steeds minder. Ik denk dat wij misschien het verhaaltje wat we hebben van hoi, wij komen van Medicare af. We moeten gewoon skippen, we moeten gewoon doorgelopen. We moeten gewoon doorlopen. Gewoon hoi en gewoon doorlopen. Check even die rij, fucking druk het is. Oké, druk rij mensen. We moeten gewoon heel veel langs. Zo eromheen. Ja toch? Voor de binnenkant. Ik zou het vragen. Ik zag te druk, we komen er bijna niet doorheen. We moeten heel snel naar binnen. Mag je naar binnen? We gaan naar binnen en zou je het voor mij open doen? Jullie baas. Ja.
geen probleem. Yes, hartstikke bedankt man. Ja, dat is lekker pik! Dat is niet zo'n pleeg. Kijk, hier is mijn shirt. Mablo. We zijn binnen. Het is hier één groot ziek feest. Oude champagne overuit, overal gesproken. Ja, we hebben Ruud blij zeggen. We zijn toch echt binnengekomen. Dus ik weet niet wat er misgaat. Jullie door. Wat heb jij gedaan? Ik bedoel, wat heb jij Nodig ons gewoon weer uit, want dan hoeven we geen video te maken. Oké, okay, later!